Welkom bij Rubens Proeflokaal, oftewel Wim Snoepwinkel. Ik ben Wim, ik ben de uitbater. En we gaan whisky proeven vandaag. We hebben al een introductie gehad wat whisky is. En vandaag gaan we proeven. Dus ik schenk een whiskyglaasje vol. En in dit geval een waterglaasje. Hoeveel mensen zullen dit tumbler whiskyglas zien als het glas waar je whisky uit moet drinken? Maar dat is alleen leuk als je ijs in je whisky wil doen. En dat heeft een goede whisky eigenlijk helemaal niet nodig. Dus dit is een mooi waterglas en een whiskyglas. En proeven doen we met al onze zintuigen. Dus we gaan eigenlijk systematisch al onze zintuigen gebruiken om zo'n whisky te gaan omschrijven. Wat je ruikt, wat je proeft. Ik doe dat vooral omdat ik van whisky geniet. En hoe meer je daarbij stilstaat wat je drinkt, ga je gewoon meer van zo'n glaasje genieten. De eerste stap zijn even onze ogen. Dus we gaan even kijken. De kleur zegt nog wel eens wat over het fust waar de whisky in opgeslagen heeft. Dat geeft kleur af. Het nadeel is een beetje, er wordt wel eens een klein beetje karamel toegevoegd om de kleur wat donkerder te maken. Omdat mensen een donkere whisky met beter associëren. Dus de kleur zegt niks over de kwaliteit. Sommigen denken wel dat hij een donkere whisky langer gelegen heeft, maar hoeft ook niet. Belangrijkste is je neus. Ik denk dat we 80, misschien wel 50% van het proeven met onze neus doen. Dus we gaan hem even ruiken. Ik steek mijn neus er helemaal in. Soms brandt het een klein beetje. Dat kan van de alcohol zijn. Dat is ook een klein beetje gewenning, net als met pittig eten. Als je het hier voelt branden, hou je glas wat lager. Dat brandende staat een beetje in de weg met het goed kunnen ruiken. Ik ga hem even walsen. En met walsen zorgen we ervoor dat de geuren vrijkomen. Komt door een grote oppervlakte waar de whisky gaat verdampen, maar ook door de beweging. En zo kan je nog beter herkennen wat je allemaal ruikt. En dit is gewoon een klein beetje vanille. Er zit wat notigs in. Ik ruik een beetje wat sinaasappel. Misschien het schilletje zelfs. Het geeft frisheid. En dan gaan we proeven. Je hoeft geen grote slok te nemen. Maar wat we wel doen is onze mond een klein beetje openmaken. Zorg dat er een klein beetje zuurstof bij kan. Zodat de zuurstof naar onze neus komt. Waardoor we alle geuren kunnen omschrijven. We nemen de alcohol waar, minimaal 40%, dus dat voel je zeker. Ik hou er wel van, een klein beetje dat brandende. Ik krijg weer datzelfde, dat nodig. Ik voel me ook wat fruitigs hebben. Misschien een beetje limoen, een beetje citrus, wat we net al met die sinaasappen hadden. Volgende stap is dat we een paar druppeltjes water toevoegen. En sommigen vinden dit vloek in de kerk. Juist door je een paar druppeltjes water over gaat een whisky zijn geur vrijgeven. En dat doet hij vooral veel sneller. En dezelfde stap, even ruiken. Even walsen. En je ziet dat het houtig het nodig is wat meer naar voren gekomen. En het proeven. Grappig is, een paar druppels water verzacht het een beetje. De alcohol wordt wat minder heftig op de tong. En je kan veel beter alle geuren en smaken omschrijven. Dan denk je, we zijn klaar, maar dit is natuurlijk de afdronk. Hoe lang blijft die whisky hangen? Wat proef je nog? Wat ruik je nog? Is die gelijk weg? Of proef je hem nu nog? En in dit geval blijft hij mooi lang hangen. We drinken mooie Ierse whisky. Een teeling. Heeft op rumvaten gelegen. En daar krijgt hij een beetje dat notige van. Dat sinaasappelschilletje. Dat is een van mijn favorieten. Ik drink het graag. En dit zijn eigenlijk de stappen hoe je het beste een whisky kan proeven. Volgende serie gaan we uitleggen over het verschil tussen een single malt en een blended whisky. Maar nu... Proost.